Mijn naam is Gennis Schuurman. Ik sta hier namens downtown.nl. Hier heb ik de nieuwe DC Mega er even bij gepakt. En de DC Mega is een board eigenlijk geschikt voor vrijwel alles. Wat het namelijk is, het is een 7 op een schaal van 1 tot 10 qua flex. Maakt hem heel erg allround. Hij is leuk om mee te jibben. Je kan absoluut leuke rails mee pakken. Je kan er grote, kleine, middel kickers mee pakken. Of piste, door zijn shape heeft hij ook lekker veel float. En op de piste heeft hij, door een kleine kamer die erin zit, heeft hij gewoon lekker veel kracht die hij wil op de piste. Zoals ik al zei, heel allround board. Eigenlijk je do-it-all plank. Ik heb al een paar dingetjes erover verklapt dus. Hij heeft een flex van 7 op schaal van 1 tot 10. Dan heeft hij een lock and load camber. En wat dat eigenlijk wil zeggen is dat hij een camber heeft tussen de bindingen. En die loopt eigenlijk, op zijn hoogste punt is die 6 mm. En die loopt eigenlijk tot aan de buitenste inserts. Vanaf de buitenste inserts is die plat. En dan komt natuurlijk de nose, de tail, waar natuurlijk de rocker in zit. Wat dit doet, is het geeft hem wel dat camber gevoel. Dat we willen, dat we fijn vinden. Die precisie, die geeft hij. De pop ook. Maar dit stuk vlak maakt hem net ietsjes voorspelbaarder, vergevingsgezinder. Voelt wat minder agressief aan. En maakt het bijvoorbeeld ook op rails leuker, makkelijker om hem duidelijk op de rail te houden. Geeft hem overigens ook meer floatende poeder. Dan heeft hij Biax Fiberglass. Dat wil zeggen dat die Biax ligt in twee draden eigenlijk. 0 graden, 90 graden. En dat geeft hem een natuurlijk gevoel, een natuurlijke flex. Gesproken over natuurlijk gevoel. Hij heeft de Fresh Deck Top Sheet. En wat dit wil zeggen, is dat ze eigenlijk... Ja, je kan het bijna zien als dat ze de bovenste laag van een normaal traditioneel snowboard, die hebben ze eigenlijk weggelaten. En dit is bewerkt hout bovenop. Maakt hem dus veel lichter. Voelt veel minder zwaar. En het geeft hem net even ietsjes natuurlijker gevoel nog. Noemen ze het Fresh Deck Top Sheet. Heel cool, je ziet en je voelt het ook als je hem uit de verpakking haalt. Nu zit plastic nog heen. Dan heeft hij een Stratoscore. En de Stratoscore bestaat eigenlijk uit twee soorten hout. Wat ze bijvoorbeeld doen is, er lopen hier twee runners van ander soort houtbloten doorheen. Net ietsjes meer poppy hout als het ware. Het geeft hem net iets meer snap. Als jij een ollie doet, ja, hij wil net even wat lekkerder poppen. Komt net even iets hoger. Eigenlijk lastig uit te omschrijven door het niet pop of snap te noemen. Dan heeft hij natuurlijk nog de Rebound Sideballs. En dat zijn eigenlijk gewoon een soort sidewalls die als het ware een beetje in kunnen deuken als er een impact is. En dan weer teruggaan naar de oude vorm. Dat betekent dat de staalkant niet openspringt, geen vocht in jouw kern komt. En dat betekent dus dat jij gewoon vrolijk door kan boren. Dan heeft hij de DC Sintered Supreme Base. En dit is een sintered base natuurlijk. Super snel, heel sterk ook. Je moet het iets vaker waksen. Maar het zorgt er wel voor dat jij op die vlakke paden gewoon lekker iedereen voorbij kan blijven knallen. Jij je binding aan kan houden en niet hoeft te gaan lopen daar. Iets vaker waksen, wel een sterkere en snellere base. Dit is de DC Mega. Als jij daar wat meer over wil weten nog, dan kan dat. Kom even langs bij ons in de winkel. Vertellen we jou er meer over. Of kijk even op downtown.nl. Dit is de DC Mega.